bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Na wekelijks hebben we even een kleine pauze gehad, maar we zijn gelukkig weer terug. Beste wensen in ieder geval voor iedereen. Ik hoop dat jullie allemaal fijne jaarwisselingen hebben gehad. Ja, we zijn geëindigd met Pascal en we starten weer met Pascal. Dus welkom weer, Pascal. Ja, dankjewel. Maar ja, wat wil je dan nog meer, hè? Eindigen en beginnen met Pascal. De perfecte... Nou ja, ik weet het niet. Maar fijn dat je in ieder geval weer bent. Ja, we gaan het vandaag hebben over de slag om Den Haag. Misschien heb je het gehoord, misschien niet. Maar het lijkt erop alsof Pascal uit de buurt komt van Den Haag. En je hebt je erin verdiept, dus dat is mooi. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, ik heb in de kerstvakantie mijn tijd nuttig besteed aan Paulus Historicus. En heb ik een pubquiz gemaakt en daar ben ik persoonlijk heel trots op. Het is een moeilijke pubquiz, heb ik gehoord, maar in een uurtje en 6 thema's neem ik je de geschiedenis door. Dus mocht je niks te doen hebben binnenkort of je wil iets leuks en educatiefs doen, eventueel met je kinderen. Nou, moeten dan wel wat oudere kinderen zijn. Maar goed, maak teams en ga aan de slag. Pubquiz is te vinden op paulushistoricus.nl of op mijn YouTube kanaal. Dus ja, ik stel voor, kijk er eens naar. Ik denk dat het heel leuk is. Laten we gewoon gaan beginnen met de slag om Den Haag. Want ja, er is veel bekend natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. En er is veel gezegd over het Nederlands leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hebben het gehad over de Grebbeberg, Kornwerder de Zand. Zeeland hoor je ook wel eens dingen over. Slag om Rotterdam natuurlijk, hebben we het ook vorige keer kort over gehad. Daar wil ik het ook nog een keer wat uitgebreider over hebben, maar daar wil ik me wel even goed in verdiepen. Maar de Slag om Den Haag is eigenlijk vrij onbekend. Onbekend stukje Nederlandse geschiedenis. Ja, dat klopt. Ja, maar ik vraag me toch af hoe dat dan kan. Hoe kan dat? Waar zou dat dan liggen? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Maar ik merk het ook dat het in het onderwijs wordt het ook niet vaak behandeld. Kijk, als er iets wordt behandeld over de Tweede Wereldoorlog, dan gaat het meestal over de bezetting. De bezetting van Nederland en de Jodenvervolging. Ja, ook terecht natuurlijk een zwarte bladzijde in de geschiedenis. En als het dan eens over militair historische feiten gaat, dan is het meestal over de bevrijding van Nederland. Waarin de Engelsen, Canadezen en Amerikanen weer een grote rol speelden. En het werd alweer bevestigd ook door mijn zoontje, want die moest een spreekbeurt over de Tweede Wereldoorlog. En in het Nederlands gedeelte, ja, waar gaat het dan over? Dan gaat het inderdaad, dan mag alleen het onderwerp gekozen worden over de bezetting en de bevrijding. En toen dacht ik, ja, maar waarom dan niet over de Duitse inval in Nederland en de strijd die de Nederlanders hebben geleverd om dat tegen te houden? Ja. Ja, daar hoor je nooit wat over. Of nooit is ook weer een groot woord, maar het wordt gewoon niet vaak behandeld. Onderbelicht eigenlijk. Ja, het is onderbelicht. En als het een keer wordt behandeld, dan is het, natuurlijk hebben we die strijd verloren. Maar binnen in die 5 dagen strijd zijn er best wel wat wapenfeiten van de Nederlanders, waarvan je denkt van, nou, met de middelen die ze op dat moment hadden om tegen de Duitsers te vechten, hebben ze toch nog aardig weerstand weten te bieden. En ik vind dat je daar, nou, daar mag je dan best wel trots op zijn. Dus als je in zo'n, ondergeschikte situatie toch weerstand moet gaan bieden, nou, dan vind ik dat, dan mag dat best wel genoemd worden. En dan mogen wij in een bepaalde mate ook best wel, wel trots op zijn op die gevechtshandelingen. Ja, de Slag om Den Haag is natuurlijk een van die gevechtshandelingen die eigenlijk... met de inval was natuurlijk eigenlijk de bedoeling van de Duitsers om, volgens mij was het 1 of 2 dagen dat Nederland overlopen zou moeten worden. Ja. En uiteindelijk hebben ze er een bombardement voor nodig gehad, of in ieder geval een dreiging van een bombardement. Hè, want het bombardement van Rotterdam uiteindelijk is min of meer een vergissing geweest. Maar daar gaan we het later nog wel een keer over hebben. Ja, maar ook wel weer naar aanleiding van de Slag om Den Haag. Ja, want de Slag om Den Haag wordt toch wel gezien als het grootste mislukte onderdeel van de Duitse inval. Naast natuurlijk de Maasbrug in Rotterdam en Kornwerder Zand, is Den Haag ook een van de grootste mislukte onderdelen van het Duitse leger. Ja. Dus,
Wat is er gebeurd, ja. Pascal? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, we moeten dan toch nog even heel kort even terug naar, naar die aanleiding. En waarom Duitsland eigenlijk toch Nederland heeft aangevallen. En ook de gedachte die er in Nederland was om die neutraliteitspolitiek te handhaven. En dat door zoveel mogelijk neutraal te blijven ook dat leger ook wel een beetje in een ondergeschikte rol heeft gekregen. Hè? Dus ook wel bij die Grebbeberg, dat de Ouwehands Dierenpark bleef gewoon open. Die toren die daar stond, die werd niet afgebroken, zodat de Duitsers mooi nog eventjes alle opstellingen, stellingen, mijnenvelden, bunkers rustig konden bekijken. Ja, en dat is ook in Den Haag is dat gebeurd. Want die kapitein Kriebel, ja, die is dus gewoon op 23 februari 1940, eigenlijk vlak voor voor de inval, is hij gewoon met de trein naar Den Haag gegaan. Heeft hij rustig van een soort van vakantie kunnen genieten in Den Haag. Heeft alles netjes in kaart gebracht. Paleis Noordeinde, de kazernes, nou, noem het maar op. Is van daaruit naar de Grebbeberg gegaan. Heeft daar ook nog even een gezellig dierenpark bezocht. De opstellingen bekeken. En daarna teruggegaan naar Duitsland. Ja, en zo door spionage had je natuurlijk al een mooi voordeel. Later heeft de Geer ook gezegd van... met name met die Grebbeberg, bomen weghalen. Ja, weet je, dan krijgen we allemaal claims van boeren. Dat kost ons te veel geld. De toren weghalen doen we ook niet, want de economie moet draaien. En het bezoek bij het dierenpark moet ook gewoon doorgaan. Ja, en dan zie je van, volgens mij hadden mensen ook helemaal geen idee van, joh, die Duitsers gaan ons binnenvallen. En de Duitsers dachten op een gegeven moment van, ja, we moeten wel, want ja, onze grote vijand is Engeland. En Nederland ligt net iets dichter bij Engeland dan Duitsland. Dus we gaan het gewoon doen. Ja, ja, kabinet de Geer is op dat moment natuurlijk de... Ja, die, hoe zeg je dat? Zeg maar, de huidige kabinet Rutte was toen kabinet de Geer. Even voor mensen die dat niet weten. Lekker dan. Ja, daar ben je heel mooi klaar mee. En ik vind altijd... Ik zoek altijd even dan naar nu... Dan denk ik ook dat toen de tijd speelde economische belangen een belangrijkere rol dan militaire belangen of in ieder geval de landsverdediging. En met name die twee dingen als die toren en het weghalen van die bomen om de schootsvelden te verbeteren rond de Grebbeberg. Ja, vind ik gewoon heel erg typerend en geeft ook volgens mij heel erg weer de gedachten die er heerste. Ja, en dat zie je dus ook in die spionageacties. En dat vind ik fascinerend, hè? Want dat klinkt echt als James Bond. Ja, hoe dus de geheime dienst al wel weet dat er een aanval op handen is, maar er gebeurt gewoon heel weinig mee. En er gebeurt heel weinig mee omdat de informatie die wordt gedeeld, ja, klopt af en toe niet. Hè? De inval in Polen wordt al doorgegeven, nou, dat scheelt dan 5 dagen, dus die geloofwaardigheid die gaat naar beneden. En... uiteindelijk wordt er een paar keer aangegeven in november en al in maart en in april. Jongens, het gaat gebeuren, het Westen wordt overvallen en we doen er eigenlijk helemaal niets mee. Vind ik alweer lachen. Zondag heb ik die film gezien, Don't Look Up. Als mensen met vervelend nieuws komen, dan wil eigenlijk niemand ernaar luisteren. En ja, als je dat dan zo leest over die informatie die dan die majoor Sas... van die kolonel Oster elke keer krijgt van, jongens, het gaat gebeuren. En dat iedereen zich krampachtig vasthoudt aan die neutraliteitspolitiek. Hè. We blijven neutraal, we gaan niks doen. En ja dan gebeurt het. Op 10 mei 1940, dan vertrekken Duitse luchtlandingstroepen, die stijgen op en die vliegen over Nederland. En de 22e luchtlandingsdivisie die vliegt over Nederland. En gaat ook de Noordzee op. Een soort schijnaanval. He, ze doen eigenlijk... willen ze de indruk wekken om naar Engeland te gaan. Nederlanders raken wel... die zijn al gemobiliseerd. Dus stijgen wel wat vliegtuigen op. Maar ja, geven door dat die vliegtuigen over de Noordzee gaan. Dus richting Engeland. En draaien dan om. En dan vliegen ze richting Den Haag.
En die hebben als doel om de koninklijke familie gevangen te nemen. En de residentie, waar op dat moment ook de regering is, om die gevangen te nemen. Om zo tot een overgave te dwingen. Ja, en dan gebeurt het. Dan wordt de kazerne aan de Waalsdorpenweg, de Frederikkazerne, die wordt gebombardeerd. Ja, daar zit een klein garnizoen. Daar overlijden al 140 mensen, soldaten, in één klap. En het doel van de Duitsers is om het vliegveld Valkenburg. Nou, daar wordt nu, hoe heet het? Dat is bij Leiden. Daar wordt nu ook de, ik weet niet of die alweer draait, hè? De musical Soldaat van Oranje wordt daar opgevoerd. Vraag. Ik denk niet dat hij draait op dit moment. Maar... Nee, hij draait niet. Nee. En het is wel grappig, want in de film over Valkenburg, in de film Soldaat van Oranje, in die oorlogsscène, dat die twee studenten, Erik en de Jeun. Het is echt lang geleden dat ik hem heb gezien. Maar... Ja, in die film zit een beetje dat bombardement op die Waalsdorpenweg, dat zit daar ook in die film. Maar goed, en dan willen ze zich ook aanmelden om te gaan vechten. Nou, dat lukt natuurlijk wel. Oh ja, dan worden ze weggestuurd, toch? Ja. En dan worden ze weggestuurd. Nou, dat bombardement is eigenlijk het bombardement op de Waalsdorpenweg, waar zoveel Nederlandse militairen om het leven komen. Valkenburg is een vliegveld dat net is opgericht. Dat, eigenlijk het beton van de landingsbaan is nog nat. Dus nog vers. Maar goed, daar kom ik later op terug. We hebben nog een ander vliegveld, dat is vliegveld Ypenburg. Dat ligt wat meer naar het oosten, wat meer richting Rotterdam, bij Delft. En dan heb je nog een vliegveld, dat heet Ockenburg. En dat ligt een beetje richting het Westland, naar Monster. Een beetje tegen het strand. Nou, het doel van die luchtlandingseenheid was dus om die drie vliegvelden in bezit te nemen. Ja, er worden ongeveer zo'n 1100 vliegtuigen worden die kant op gestuurd. Dat is best veel. En het lukt de Nederlanders dan toch om de helft van die vliegtuigen uit de lucht te schieten. Of in ieder geval dusdanig te beschadigen dat ze niet meer inzetbaar zijn. Nou, dat is best knap. Ja, daar begint het dan mee. Dus die Duitsers die landen dus op Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg. Ja, en het gaat vanaf het begin af aan gaat het al helemaal fout. En dat is... aan de ene kant ook weer het voordeel van de Nederlanders. Want ja, daar komen we in. Het was ook niet best georganiseerd bij de Nederlanders. Het zijn garnizoenstroepen. Ik wil niet zeggen dat het niet de beste troepen zijn. Maar in ieder geval, ze waren slecht uitgerust. Het was een beetje een allegaartje. Het moest verzameld worden. Het zat allemaal niet... het had beter georganiseerd kunnen worden. Maar goed, ze leveren felle tegenstand. En dat is wel noemenswaardig, want ze worden natuurlijk overvallen. En in Valkenburg gaat het helemaal fout voor de Duitsers, want die landen daar met die Junkers 52, maar die komen daar gelijk in het gras, komen ze vast te zitten. Dus dat wordt gelijk een heel groot probleem. Ja, in Ockenburg wordt het ook een groot probleem. Detail is dat die generaal die hele operatie moet leiden, die Sponek, die had eigenlijk op Ypenburg moeten landen, maar die landt per ongeluk in Ockenburg. Ja. Dat is een beetje kneuziger van de Duitsers dan. Een beetje slechte coördinatie van de Duitsers. Ja, je moet je natuurlijk voorstellen dat ze hadden toen nog geen radar en positiebepaling. En uiteindelijk moet je onder vijandelijke luchtdoelartillerie moet je ergens gaan landen met 1100 vliegtuigen. Ik heb geen idee hoe je zo'n coördinatie op dat moment leidt zonder met alleen een kaart, een kompas en een radio tot je beschikking. Maar dat is natuurlijk dat is wel wat mij altijd eigenlijk, als ik kijk naar Tweede Wereldoorlog films of weet ik veel, en je ziet dan, of documentaires, ik zit nu ook weer een documentaire op Netflix te kijken, en je ziet dan die mensen die vliegen, of die schepen, of... als ze, weet ik veel, infanterie gewoon aanvallen, weet je. Kijk, dan denk ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk allerlei mooie GPS-satelliet gestuurde positiebepalingen. Maar dat hadden ze helemaal niet in die tijd. Dat vind ik toch echt, dat is echt knap hoe ze dat gedaan hebben. En soms kan je ook wel voorstellen, we hebben ook wel eens vergissingsbombardementen gehad, hè. Op Nijmegen bijvoorbeeld.
Soms kun je ook wel eens voorstellen dat het gebeurt, hè? Ja, en dat is natuurlijk ook zoals militairen dat noemen, de fog of war. Dat op een gegeven moment is er zoveel chaos dat, dat die coördinatie gewoon helemaal in het honderd loopt. Ja, dat zie je ook, ook bij de Nederlanders. Slechte radioverbinding. Die coördinatie die verloopt gewoon heel erg rommelig. Maar ja, die Duitsers hebben daar dus ook last van. Ja, en uiteindelijk ook in Ypenburg. Die Duitsers veroveren dat vliegveld. De Nederlanders weten zich te hergroeperen. Met buitgemaakte wapens, ook op de Duitsers. Nemen zelfs ook nog Duitsers gevangen, worden ook afgevoerd. Dat gebeurt trouwens ook in Ockenburg. Ja, en die weten toch met de middelen die ze op dat moment hebben, en dan toch nog weer een stukje coördinatie op te bouwen, weten ze gewoon Ypenburg weer te heroveren. Nou, dat gebeurt ook in Valkenburg. Daar heroveren ze weer, na een dag vechten, heroveren ze weer het vliegveld. Ja, en dan zie je dus dat groepjes Duitse militairen, dat zijn die Fallschirmjägers, nou, dat zijn wel goed opgeleide militairen. Ja, die weten zich een beetje te hergroeperen en trekken zich als het ware terug, nemen positie in en proberen van daaruit de gevechten, in ieder geval zichzelf te verdedigen om niet gevangen genomen te worden. Want er worden op dat moment worden best wel veel Duitse militairen gevangen genomen. En die worden ook al gelijk op transport naar Engeland gezet. Dat is wel slim. Ja, heel erg slim. Ja, dus die Sponek, die trekt zich terug in de duinen bij Kijkduin, bij Monster. En probeert vanaf dat moment het gevecht voor te zetten. Maar ziet al snel in dat het eigenlijk niet gaat lukken. En dan kan je al spreken dat, dat die slag om Den Haag een verloren strijd is voor de Duitsers. Ja, en dan hebben de Nederlanders natuurlijk pech, omdat het is natuurlijk niet het enige stukje Nederland waar wordt gevochten. Kijk, vanaf de grens trekken natuurlijk de troepen Nederland binnen. Ja, en dan is het na 5 dagen is het bekeken. Ja, precies. Dus, ja, in tactisch opzicht kan je zeggen, ja, het is een overwinning. Want ja, Duitsers hebben hun doelen niet gehaald. Hè. Ze wilden natuurlijk de koninklijke familie wilden ze gevangen nemen. Nou, dat is niet gelukt. Ze wilden Den Haag innemen. Nou, dat is ook niet gelukt. En daarnaast hebben ze gedurende de rest van de oorlog altijd wel een nadeel gehad. Omdat, ik zei het al, er zijn meer dan 500 van die Junkers transportvliegtuigen zijn neergeschoten. Ja, en dat heeft er wel voor gezorgd dat een eventuele luchtlandingsoperatie ook richting Engeland nooit is doorgegaan. Dus dat verlies van al die vliegtuigen daar op dat moment heeft er wel voor gezorgd dat de Duitsers wel altijd een achterstand hadden met die transportvliegtuigen. De enige grote luchtlandingsoperatie die ze dan nog hebben ingezet is op Kreta. Maar daarna worden eigenlijk die luchtlandingseenheden niet meer gebruikt waarvoor ze ooit bedoeld waren. Ja, ik moet dan zeggen, ja, dat hebben we dan toch wel te danken aan de Nederlandse luchtdoelartillerie, die er wel veel uit de lucht heeft weten te schieten. Ja, ook vliegtuigen, dat je weet, Fokker G1's waren het toch? Die hebben ook nog, volgens mij waren er iets ook van 1100 jachtvliegtuigen van aan Duitse zijde en 70 aan Nederlandse zijde. Ja. Maar die Fokkers, de Fokker TV, de Fokker G1, die Fokkers, dat waren nog best goede vliegtuigen. Die waren nog superieur aan die Duitse vliegtuigen. Maar ja, dan gaat de numeriek overwicht natuurlijk tellen. Volgens mij hebben er nog een paar Fokkers, hebben nog een paar Duitse jachtvliegtuigen uit de lucht geschoten. Ja, en dan zie je dus dat het een beetje een hopeloos gedoe wordt. En er zijn ook veel G1's, zijn ook tijdens de bombardementen ook al op de grond vernietigd. Een paar vliegers zijn nog uitgeweken naar Engeland. Ja, om vanuit daar weer de strijd voor te zetten. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook weer tekenend voor die neutraliteitspolitiek van Nederland in de jaren 30. Ook gewoon te laat met het herbewapenen. Weet je wel, orders van luchtdoelkanonnen, kanonnen, artillerie, tanks. Er waren niet eens tanks, er waren iets van 90 panzerwagens of zo. Maar nog niet eens fatsoenlijke tanks.
Maar goed, ja, wat wil je? Nederland was op dat moment een land dat had al 130 jaar geen oorlog meer gevoerd. 110 jaar. Ja. Ja, de situatie was gewoon dat het een leger was dat een beetje hetzelfde was als in 1900. Ja, en die Duitsers die hadden zich natuurlijk redelijk doorontwikkeld met de ervaring ook vanuit de Eerste Wereldoorlog. En waren dus al snel begonnen in de jaren 20 met herbewapening en ook kijken van hoe kunnen we ook op een andere manier oorlog voeren, waarin die manoeuvreoorlogvoering dus door het gebruik maken van tanks en vliegtuigen en die combinatie daarvan. Ja, zover waren de Nederlanders. Volgens mij hebben ze met geschut uit de 19e eeuw staan schieten. Ja, maar dan is het extra knop eigenlijk dat ze nog dit soort dingen bereikt hebben natuurlijk. Ja, deze overwinningjes, om het zo maar te zeggen. Ja, vind ik wel. En daarom, net als wat we in het begin ook zeiden, ja, dat zijn dingen die mogen best wel eens genoemd worden. Ook bij Kornwerderzand, ja, daar hebben ze het gewoon, weet je, daar hebben ze de Duitsers wel tegen weten te houden. En was je in verdedigend opzicht natuurlijk ook wel in een voordeel, hè? Vlak gebied. Dus je hebt hele verre schootsvelden. Ja, je zit op een op een knelpunt. Die Duitsers moeten over de afsluitdijk. Die kunnen niet anders. Maar ook daar weten ze wel een combinatie van krijgsmachtdelen te binden. Hè? Want in de Waddenzee lag een kanonneerboot, de Johan Maurits. Ja, daar weten ze wel radioverbinding mee op te zetten. En met die kanonneerboot weten ze dus wel zeg maar vuur uit te brengen op de Duitsers die op dat moment die stelling in moeten nemen. Nou, weet je, het wordt ook bijna nooit genoemd, maar vind ik een mooi voorbeeld van, daar weten ze toch wel op een knappe manier de afsluitdijk te verdedigen. Zeker, ja. Ja, maar wat jij zegt ook met die herbewapening, het zijn ook dat een van die lucht- of doelkanonnen bij Kornwerderzand was ook geschonken door een bedrijf, zeg maar. Dus dan is ook wel, vind ik dan een typerend voorbeeld van dat een bedrijf, zeg maar, hier heb je een paar tanks, weet je wel. Dat Facebook tegen Amerika zegt, hier heb je 100 tanks om mee te vechten. Zo, weet je, zo'n gevoel krijgen dan. Ja, ik weet niet. Ja, inderdaad. Want Amsterdam, Den Haag, daar worden burgerinitiatieven gestart om daar luchtdoelartillerie neer te zetten. Luchtdoelgeschut wordt dan ook particulier aangekocht om een stad te verdedigen. Ja. Dat vind ik dan wel fascinerend. Want op een gegeven moment is er dan toch een punt waarin ook niet alleen maar de politie of de regering dan denkt van er is een inval op handen. Ook vanuit de burgerij wordt er dan gedacht van, nu wordt het wel echt serieus. We moeten iets gaan doen. En dan krijg je dus zo'n particulier initiatief om luchtdoelgeschut aan te kopen. Ja, dat is toch bizar, eigenlijk. Alsof ik hier achter in mijn tuin iets neerzet om dadelijk de Russen te bestoken. Ja, precies. Ja. Maar goed, uiteindelijk heeft dat er dus wel toe bijgedragen dat er zoveel vliegtuigen uit de lucht zijn geschoten dat Duitsland gedurende de Tweede Wereldoorlog in ieder geval niet meer de capaciteit had om op zo'n grote schaal luchtlandingseenheden in te zetten. Ja. Alhoewel, Hitler was natuurlijk ook na het mislukken van de slag om Den Haag ook niet meer zo gecharmeerd van die, luchtlandingstroepen. En met die Sponeck is het ook wel rot afgelopen, hoor. Ja. Ja, want je had het net over het bombardement van Rotterdam. Daar gaan natuurlijk de verhalen over de ronde van waarom hebben ze natuurlijk nu Rotterdam gebombardeerd? Ja, jij zei het net ook al, die meidagen, dat duurde allemaal weer veel te lang. Hè? In één dag had het allemaal gebeurd moeten zijn. Nou, dat was al niet het geval. En daarnaast is het nog eens een keer zo dat die Sponeck, die zat natuurlijk in de duinen bij Kerkduin. Dat was natuurlijk wel een generaal-oberst. Dat was een hoge Duitse officier. Ja, en die moest natuurlijk ook die moest ook worden gered. En ze zeggen dus ook dat Hermann Göring dus de opdracht dan heeft gegeven. Bombardeer dan maar Rotterdam om ze tot overgave te dwingen. En wij in ieder geval die generaal gered. Ja, die Sponeck, daar waren ze ook niet helemaal blij mee. Want dan hebben ze gezegd van, neem jij je zootje maar mee naar het Oostfront. En ga daar maar vechten. En daar moet hij op de Krim,
moet hij een Russische invasie vanuit zee moet hij tegenhouden. Of in ieder geval, ja, ook daar vinden zware gevechten plaats. En hij neemt dan de beslissing om zichzelf terug te trekken. Tegen alle orders in. Ja, dat wist hij ook niet, dat hij niet mocht terugtrekken. Maar in ieder geval, hij doet het dus. Hij redt daarmee heel veel Duitse troepen. Maar ja, dat was natuurlijk tegen het bevel van Hitler in om überhaupt terug te trekken. Ja, dan wordt hij naar Berlijn, wordt ontboden op Berlijn en daar wordt hij gevangen genomen. En daar wordt hij ter dood veroordeeld. Uiteindelijk wordt hij ter dood veroordeeld, wordt omgezet in 6 jaar gevangenisstraf in Gemersheim. Dat is een Duitse gevangenis. Ja, en dan vindt hij aanslag op Hitler plaats en dan wordt hij alsnog geofficieerd. Ja, bizar eigenlijk. Hè? Je redt je troepen en daarmee dan krijg je de kogel. Ja. Als dank. Stank voor dank. Is wel understatement in dit geval. Ja, dus het heeft die hele slag om Den Haag heeft aan zijn niet bijgedragen aan een positief imago van die generaal. Nee, dat kun je wel zeggen. Er is ook een documentaire van de slag om Den Haag. Ja, heb ik gezien, ja. Had ik, of... 2002. Had je hem gezien? Nee, ik heb gezien dat die bestaat. Oh. Dus ik moet hem nog even gaan kijken. Ja, ik weet ook niet waar dit te zien is. Ik zal eens even kijken. Ja. Ik ga gelijk even live opzoeken. Documentaire. Praat even de tijd vol. Ja, god, wat een techniek ook, hè. Dat je dat allemaal zo kan opzoeken. Het is van Omroep West in ieder geval. Oh. Nee, ik... Een uurtje duurt die. Ja. Ja, wel interessant. En het mooie van die documentaire is dat ze daar nog wel persoonlijke verhalen weten. Dus dat ze mensen dus interviewen die dus ook daadwerkelijk aan die strijd hebben meegedaan. Dus ja, je krijgt eigenlijk het beeld van die slag om Den Haag vanuit de ogen van een panzer, Nederlandse panzerwagenbestuurder. Ze praat ook nog met parachutisten. En ja, dat geeft dan wel een goed beeld van die... Ja, van die slag. En even kijken. Ja, je hebt dan over de Duitse organisatie en invasie. De herovering van Ypenburg. Evacuatie van het Koningshuis. Het wegvoeren van de Duitse krijgsgevangenen naar Engeland. Even kijken. En dan heb je ook nog die getuigen. Commandant van de panzerwagens. Nederlandse jachtpiloten. Schutter panzerwagen, ooggetuigen en Gerard Scherma, commandant van de para's. Nou. Vind ik ook altijd interessant om die Duitse versie te horen, zeg maar, van hoe dat vanuit het Duitse oogpunt was. Dat vind ik op Netflix en die documentaires vind ik ook altijd interessant. Dat je toch terugkrijgt, als je het niet weet, zeg maar, als je of het niet hoort. Dan is het natuurlijk altijd vanuit je gedachtegoed. Hè? Die Duitsers komen even stoer doen en die komen je land binnenvallen. Maar ook zeg maar, die persoonlijke verhalen van die Duitse soldaten. Om dan te horen wat zij dachten en de angst die zij ook ervaarden. Dat maakt het toch weer een stukje menselijker dan, zeg maar. Dus dan is het niet meer zo'n die grote boze mof die binnenvallen. Ja, weet je, dat vind ik dan ook... toevallig had ik het daar gisteren over met mijn buurjongen. En daar gaat ook, dat is het boek Montijn. Dat gaat even helemaal de andere kant op. Maar Jan Montijn is een Nederlandse jongen. Die gaat dan bij de Duitse... bij de SS gaat die vechten. En later gaat hij ook nog naar Korea. Wel echt een heel mooi boek hoe hij dan inderdaad de keuze maakt... om dan naar de NSB te gaan en dan voor de Duitsers gaat vechten. Maar er zit ook nog een andere man zit daarbij. Dat is Volmar. En die wordt dan later, nog niet zo heel lang geleden hoor. Maar die wordt dan geïnterviewd door Rob Tripp. Maar die Volmar, ook een Nederlandse jongen, die gaat ook aan het Oostfront vechten. En dan denk ik, ja, dan wordt er gelijk door die Rob Tripp hè, van de NOS. Het gaat dan gelijk over, ja, heb je oorlogsmisdaden gepleegd? En dan denk ik, ja... Dan denk ik, ja, dan ben je toch wel gekleurd.
Waarbij die man ook zegt, ja, ik zal niet ontkennen dat er geen oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Maar ik denk, stel je nou voor dat je een Engelse militair of een Amerikaanse militair zou spreken. Begin je dan ook over oorlogsmisdaden? Ja. Dus het is ook heel erg het frame. Natuurlijk waren de nazi-praktijken slecht en dat was ook echt allemaal niet goed. Maar als je dus op het dat individuele niveau gaat kijken. Dus je gaat naar dat menselijke aspect of naar dat menselijke verhaal ga je kijken. Dan zou ik hem anders insteken. Weet je, ik bedoel dat zo'n hele. Nou ja, Nazi-Duitsland, dat was natuurlijk. Dat was ook helemaal verkeerd. En dat heeft ook echt hele, hele nare dingen gedaan. Dan druk ik het nog zachtjes uit. Maar als je dus kijkt naar bijvoorbeeld zo'n individuele militair die aan het Oostfront moet vechten. Waarom begin je dan, zeg maar, aan Duitse zijde gelijk over oorlogsmisdaden? Is dat niet. Want dat was het natuurlijk ook met de Nederlandse militairen die in Indonesië vochten. Volgens mij was daar ook een documentaire van. Toen ook de film De Oost uitkwam, was daar best wel controverse over. En toen waren er ook oud-militairen bij De Wereld Draait Door, volgens mij. En daar werd ook wel aangevraagd, weet je wel. Dus het is toch gewoon een soort beeldvorming die dan toch even bevestigd. Of eigenlijk bevestigd wordt met de vraag, misschien. Ja, plus dat je dus al bevooroordeeld bent. En dat bevooroordeeld zijn, dat begrijp ik heel goed hoor. Maar dat is dus het wij-zij denken. Zij zijn goed, zij zijn fout. Ja. Maar als je dat uitzoomt, dan ben ik daar helemaal mee eens. Dan is natuurlijk ook dat in dit geval het nazisme, Nazi-Duitsland, waar zij voor stonden, rassenscheiding, dat is natuurlijk ook verkeerd. Maar als je dus helemaal gaat inzoomen op zo'n individueel persoon die aan het Oostfront zit. Of in dit geval ook, als wij nu vinden wij ook in Nederlands-Indië dat kolonisatie slecht is en dat allemaal niet goed is. Maar als je dus een beeldvorming krijgt vanuit Nederland van Indië heeft altijd bij ons gehoord, we sturen daar troepen naartoe en we gaan daar ervoor zorgen dat Nederlands-Indië bij Nederland blijft. Ja, wat kan je er dan met de kennis die jij als individueel persoon hebt in die periode, wat voor andere mening zou je dan... moeten hebben. Weet je, volgens mij ga je dan vanuit, als Indië verloren is, dan is rampspoed geboren. Hè? Dat werd dan ook altijd gezegd, we gaan daar naartoe. En volgens mij over rechten van de mens, het oorlogsrecht en dat soort dingen allemaal. Kijk, nu hebben we het daar veel meer over en kunnen we dat ook veel meer... bespreekbaar maken en worden militairen er ook in opgeleid om van... Weet je, je hebt een ethisch bewustwordingsmodel. Je hebt een... wat zijn nu echt oorlogsmisdaden? Waar kan je voor veroordeeld worden? Ja, toen was dat wel anders. Hè? Dus dan heb je weer die historische distantie. Je moet je maar voorstellen. Je zit, je maatje wordt doodgeschoten. Dan krijg je natuurlijk ook die primaire gevoelens van... zij zijn de slechterikken, wij zijn de goeierikken. En waar haal jij het recht vandaan om dat te doen? We gaan het terug doen. Die hele primaire gedachte is, denk ik, dat die altijd wel leven. Zou dan een gewetensvraag, hè? Maar zou dan die leer die je dan nu toegepast krijgt, zeg maar, van dat ethische bewustwording, zou dat dan niet juist contraproductief werken voor een soldaat, zeg maar? Nou ja, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist goed is ik weet wel zeker dat dat goed is dat dat er is, omdat je dus het morele besef van bijvoorbeeld neerschieten van ongewapende burgers of door middel van geweld jouw doel te bereiken. Ja, of het oneigenlijk gebruik van geweld, dat gewoon verkeerd is en dat je daarvoor gestraft kan worden. Daarom leven wij ook in een samenleving waarin dat ook wordt afgekeurd. Weet je? Dus... Ik denk dat het juist heel erg goed is om goed na te denken over hoe je geweld inzet. En dat je dat niet zomaar voor altijd en alles kan inzetten omdat je een bepaald doel hebt te halen. Ja. Oftewel, dat je dus het moment dat jij dus mensen krijgsgevangen maakt, dan kan je ze niet zomaar afschieten. Want dan is het wel moord. Ja, ja,
Nou, gelukkig. Of mensen tot een bekentenis te dwingen. Nee, ik ben blij dat daar nu goed over wordt gesproken. En dat dat ook in een opleiding zit. Ja. Kijk, je moet je ook voorstellen dat mensen daar toen de tijd werden opgeleid. Hoe lang duurde die opleiding? 6 weken. Nou, daar zat echt geen militaire ethiek of werden lessen humanitair oorlogsrecht of wat dan ook besproken. Nee. Dat weet ik wel zeker. Ja, en dan lig jij met je groep daar, ja, dan ga je gewoon, ja, dan is het wel het doel heilig de middelen. Ja. En waarbij ik zeg dat, dat de daden die daar zijn gepleegd, dat ik dat goedkeur hoor, helemaal niet. Maar ik kan wel begrijpen dat dat is gebeurd. Ja. Hey, als afsluiting, Poetin, Oekraïne, Amerika. Wat is wel kruidvat, denk ik. Ja, jeetje. Ja, zeker een kruidvat. Maar goed, het is een beetje... Poetin wil gewoon terug naar het oude Russische Sovjetrijk, heb ik het idee. Maar ik snap gewoon niet... Ze zeiden ook laatst... Ja, het is een beetje de vos die heel hard roept dat hij wordt aangevallen door de kip. Ja. Ja, wat is de reden waarom... waarom... Ja, dat is een beetje raar. Ik bedoel, waarom zou de Oekraïne niet lid kunnen worden van de NATO? Weet je, alsof de NATO het idee heeft dat Europa Rusland gaat binnenvallen. Ja. Dus, ja, als ik Rusland was geweest, zou ik zeggen, wil je lid worden van de NATO? Ja, prima, dan word je toch lekker lid van de NATO. Kijk, maar als jij oud denkt, denk ik, ik weet niet hoor, dat is de aanname. Ik ga nu me op een politiek niveau bewegen waar ik echt totaal de ballen verstand van heb, maar... Ja, weet je, ik bedoel, voor de val van de muur, ja, toen was de NATO inderdaad een bedreiging. Hè, waarbij de NATO ook eerder is opgericht dan het Warschau-pact. Maar ja, kijk, als je nog in die jaren 50 sfeer zit, waarvan je denkt van ja, de NATO is inderdaad een tegenstander. Ja, dan wil je niet dat Oekraïne lid wordt van de NATO. Ik vind het knap hoe ze dus zo gaan onderhandelen. En wat ik heel wonderlijk vind... Het gebeurt in Europa. En waar is Europa dan aan de onderhandelingstafel? Waarom moet dit weer door Amerika en Rusland worden besproken? Ja, dan zijn we toch weer terug in het Oost-West. Ja, zo'n Amerika-vakje idee. Ja, dus daarmee wil ik de aflevering afsluiten. Volgende week gaan we verder met hopelijk dat ik Rotterdam kan gaan behandelen. Ik ga er zeker in duiken deze week om dat te doen. En hopelijk ook weer met Pascal. Nou, hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Stuur die dan via de social media kanalen of geschiedenis@paulushistoricus.nl. En dan horen jullie ons volgende week weer.